en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn al druk bezig geweest vandaag, want we hebben al gesport. Ja, het is trouwens de afgelopen dagen echt niet zo mooi weer hier. Niet heel erg om wat minder warme dagen te hebben. Maar het regent nu ook. Het misert. En onze was hangt buiten. Ja, dus dat is wat minder. We zijn nu onderweg naar de markt, want dan gaan we even groente en fruit inslaan. Ja, voor de hele week. Oh, en we wilden geld omwisselen, want we hadden natuurlijk Maweliaans geld. Ja. Nou, we zijn dat land dus niet in geweest, dus daar hadden we niks aan. Dus dan moeten we omwisselen. Maar alles is dicht vandaag. Ja, omdat het Pasen is. Het is ook heel rustig op straat. Ergens wel heel lekker om nu naar de markt te gaan, want dan is het niet zo druk. Het is echt zo'n mensenmassa. En we moeten nog een cadeautje voor Lea halen voor haar confirmation. Ja. Dus even kijken of we nog iets kunnen vinden. Ja. Dit zijn dus avocado's hier. Echt ontzettend groot. We zijn nu op de markt. We hebben alle inkoop al gedaan. Ja, lekker veel. Ongeveer voor 4 euro. We zijn weer uit eten en daar is Lea. Bij wijn en cheese. Ja, het ziet er echt super mooi uit. Een hele leuke lamp. En we eten aan een soort... Een autoband. Ja, autoband met glas erover. Ja. Heel leuk. En we gaan nu wachten, want Anne gaat weer voor het eerst kaas eten. Ja! Wijn en cheese. Finally! Ja. Hoe was je saus, Anne? Echt heel eten. De tranen staan in mijn ogen. Sarah heeft het dus nog niet geproefd en ze hoeft het ook niet te doen. Was this one? Yes. It was this one. Don't take it. Oh. We hebben hier trouwens lekker patatjes, een worstje. En Lea heeft een hele lekkere salade, maar je kan het niet echt zien, want het is donker. Mm-hmm. Maar het ziet er heel goed uit. Oh, en ze zei dat we Mars zien hier. Van... Ja! Misschien kan je het zien. Nou, denk ik niet. Nou, nee, je kan het niet zien. Maar ergens in de verte is er een rode ster en dat is Mars. Ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ja. En we zitten weer bij ons favoriete plekje. Dat is hier internet. Ja, het Kahawa Café. Ja. En het is nu echt super roestig, dus we dachten we gaan even laten zien waar we normaal zitten. Ja. En als we hier de deur binnenkomen, ze weten al wie we zijn. Dus ja, ze weten wat we bestellen. Dus... Ja, dus het komt eigenlijk altijd al direct naar onze tafel toe zonder dat we het hoeven te zeggen. Ja, en ze proberen ons een beetje de taal te leren en zo. En... Ja, het was een lekker plekje om hier te werken. Ja, en als je kan er ook echt voor uren zitten met gewoon... Een cappuccino. Ze vinden het allemaal goed. En er is hier echt zo'n hele schattige jongen. En die komt, als hij werkt, komt hij altijd even een praatje maken. Of een box geven. Ja, even een box geven. En dan gaat hij helemaal lachen en zo. En dan... gaat hij werken. Ja, gaat hij vragen hoe het met ons gaat en zo. En dan leert hij ons hier een paar woordjes van de taal. Ja. Er is hier trouwens ook airco. In de ochtend is dat een beetje koud nog. Maar dit is de werkplek. En ze hebben ook hier echt super lekkere taartjes. En je ziet ook gelijk hier achter de supermarkt. Ja, dus eigenlijk het shoppingcentrum van... Shoppers Plaza heet het. Dodoma. Ja. Niet echt het centrum, maar meer wat luxere winkels. Ja. Ballonnen. Ik heb geen idee waar ze nu zijn. Ik zie er geen meer. Ze kunnen hier helemaal niet goed samenspelen. We zijn nu bij het nieuwe sportpark waar we gaan proberen aerobics les. Anderhalf uur duurt het. Ja, maar we gaan kijken. We zitten er breaks tussen volgens mij. En we wachten nu op Lea. We zijn nu bij op locatie. Ja, we gaan ook aan.
zit erop. Anderhalf uur. Oh, het was echt heel moeilijk, want het was een soort dans ook. En zij doen dat denk ik heel vaak en wij voor de eerste keer, dus we zagen er wel heel grappig uit denk ik. En hele harde muziek en super snel. Maar het was wel grappig om een keer mee te doen. Ja. En we hebben nog een Nederlandse meid ontmoet. Ja. Ik weet eigenlijk niet hoe ze heet. Nee, en wat ze reisde hier of zo, maar ging ze ook naar huis. Ja. En gelukkig is het hier donker, want mijn hoofd is echt knalrood. Ja, we zijn echt een tomaatje. Het is echt, het was heftig. Ja. Nou jongens, jullie zien geen moer, maar we zitten dus nu in de Bedarts en Sarah zijn onderweg. Ik ben mijn waterfles vergeten, dus zijn we helemaal terug. Het was niet zo ver, maar toen moesten ze even een sprintje trekken naar de sportschool. Daar was haar fles niet. Nou, allemaal mensen hier zoeken. De driver, allemaal vrienden of mensen hier op straat. Niet gevonden. Het was niet zeg maar een plastic flesje, het was wel echt mijn waterfles. Ja, de goede waterfles. Ja. Nou, die zat dus uiteindelijk in haar tas. Dus toen moesten we zeggen, meneer, stop maar met zoeken. Laat maar zitten. We kunnen wel gaan rijden. Terwijl ze wist dat ze uiteindelijk in haar tas zat. Zo erg. Nou, we gaan nu eindelijk eten. Het is bijna 8 uur. Doei. Nou, we moeten eerst nog koken. Ja, dan wel. Goedemorgen. We zijn weer onderweg om water te halen. Nou, hier hebben we hem. De 13 liter fles. Ja, dat kunnen we even vooruit. Ja. Want wat ik ook wel eens in Nederland heb gehad, is dat je dan opstaat en je hebt geen brood. Dat was vandaag met het water. Dus we zijn eerst water gaan halen. Ja. We zijn nu bij de bioscoop. Ja. Er is gewoon een bioscoop hier in de Doma. Ja, we hebben onszelf getrakteerd. Ja, op Fantastic Beast. En ze hebben hier natuurlijk heel veel mais, dus er is sowieso pop. Dus die gaan we zo nog even halen. Ja, en kijken of we de enige zijn of niet. Ja, we denken het wel. Je moet hier trouwens, je hebt verschillende prijsverhouding met stoelen. Maar ik denk dat we een privézaal hebben, want we hebben nog niemand gezien. En de film begint over 10 minuutjes of zo. Ja. We zitten nu in de zaal. En er is geen reclame vooraf. Dat hopen we eigenlijk. Het is helemaal donker, we zijn de enige. We hebben een privézaal. En het is heel koud hier. Ja, en er komt zo meteen nog popcorn aan. Die moesten ze nog even maken. Dus we hebben helemaal self-service. Ja, verse popcorn. Ja, en we gaan zo naar de premium stoelen. Hebben we niet voor betaald, maar er is toch die niemand. Zijn hier achter. Die zijn lekker groot. Ja. We komen net uit de bioscoop en we dachten we zitten bij de goede film natuurlijk. En dan waren we alleen maar. Toen was er ineens een film. Toen zei ik, dat is een voorstukje van een andere film. En toen zei ze, volgens mij zitten we bij de verkeerde film. Dus toen gingen we de zaal uit, we waren toch alleen. Ja. En toen zei ik van, dit is niet een goede film, maar is het een goede film? Maar ze hebben hier maar 2 zalen. Toen zei dus helemaal, maar hij draait helemaal niet nu. Hij draait om 8 uur. Ja, dat is 2 uur later. Dus toen moesten ze bellen en toen hebben ze alsnog voor ons die film opgezet, omdat de zaal toch leeg was. Ja, er was niemand. Maar tijdens de film kwamen er nog mensen binnen, echt na een paar minuten, dus we waren niet alleen. Nee, en ik heb geen idee of ze wel echt naar deze film wilden, maar... Geen idee. Nee. Maar het was een leuke film. Ja, dat was wel echt leuk. Ja. Ja. Zo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Nee, vrijdag. Het is vrijdag. Ja. Nou, en gisteren waren we hier trouwens alweer 2 maanden. Ja, we zijn er alweer 2 maanden en we lopen langs het treinstation. En we zien dus vandaag voor het eerst een trein die hier rijdt. Ja, in 2 maanden tijd. Ja, dus kan je nagaan hoe goed dat allemaal hier geregeld is met de trein. Nou, we gaan eventjes naar de Fundi, klerenmaker. We gaan even avocado scoren en wat geld wisselen. Ja. En dan gaan we weer lekker terug. We lopen nu op de markt waar je stond en ook aan de voorkant. Dus we zien er een beetje uit, allemaal van die kleine winkeltjes. Heel druk, smal straatje. En weer in de Fundi om nieuwe stoffen uit te zoeken. En dan kunnen we de laatste dingetjes laten maken. Ja, dan kunnen we dat meegeven aan onze ouders dat onze backpack straks niet vol zit. We zijn lekker bij het zwembad vanochtend geweest. Ja, we hebben de hele zaterdagochtend hier lekker gespendeerd. Om even bij te bruinen voordat onze ouders komen. Niet dat ze straks bruiner zijn dan wij. Maar was wel even lekker. En we gaan nu weer naar huis en aan ons verslag. We zijn nu onderweg naar de sportschool. Ja, het is zondag. En
Nou, ongeveer op de helft. En er is, ja... Een Messijman. Ja, en die ziet ons en die stopt op het moment dat wij dan langslopen. En dan draait hij zich om. En hij staat volgens mij nu nog steeds zo. Ja, naar ons te kijken. Gewoon alleen maar stilstaan en kijken. En we zijn echt en daarna nog fluiten. Ja, 100 meter verder. Ja. En hij staat nu gewoon te wachten. Ja. Geen idee. Heel apart. Ja. Nou, nog geen paar meter verder. Echt eng, loopt de man. Die zegt... Sarah. Die weet gewoon haar naam. Sarah. En van de week had ik dat ook al. Toen zei ineens iemand... Ja, midden naam. In de stad. Ja. Anne-Marie. Ja, nou, ik krijg dan echt een hartverzakking. Ja, wij kennen die man niet. Geen idee. Waarschijnlijk is het een keer een boldrijver of zo geweest. Ja. Daar zien ze je naam staan. En ja, wij vallen nogal op. Dus ik denk dat ze het dan onthouden of zo. Maar het is echt eng, want ik herken die man helemaal niet. Nee. En een random iemand die op straat je naam weet. Ja, dat is best wel heel gek. Ja. Nou, we hebben onze workout weer gehad. Kijk, het is nu een beetje een bende, maar dit is onze sportschool. Hier allemaal spiegels. Hier is de andere ruimte. Even kijken. Allemaal loopbanden, is veel te warm voor ons om hier te lopen. En hier staan allemaal apparaten. Squatrek. Het staat goed vol met allemaal apparaten, maar wel genoeg spullen om een beetje te kunnen trainen. We gaan daar weer naar buiten en dan lopen we weer terug naar het huisje. En dat is iets van 35 minuutjes lopen. Nou jongens, het is wel een beetje traditie aan het worden dat we broodjes eten. Kijk, ze zijn niet heel groot. Kijk, dit is mijn hand. Het zijn hele kleine broodjes, we noemen een tomaatje. Wat ui nog en wat knoflook. En dus avocado. En we hebben nu dus echt een hele grote. Kijk. En als je hem openmaakt. Kijk, het is een klein stukje beurs. Maar verder is hij echt heel groot. Super lekker. We zitten nu bij Kahawa. Ja. En we hadden helemaal ons verheugd om morgen deze heerlijke cappuccino te leren. Met melk opschuimen, dat gedeelte. Ja. Alleen het mag dus niet, omdat dan zouden we het kunnen naapen of zo. Of, ja. Ze willen niet dat wij dat leren, zeg maar. Nee, dat klanten het leren. Ja. Oh, maar onze favoriete ober, of weet ik het eigenlijk? Ik weet niet eens hoe die heet. Nee, die kwam het helemaal vertellen, want gisteren kwamen we hem tegen hier. En toen ging hij dus vragen of dat mocht. Ja. En hij vond het heel erg dat we het niet konden leren. Hij voelde zich heel erg slecht erover. Ja, dus nu moesten we YouTube van hem kijken om het te leren. Ja, tutorials kijken. Maar dit stond op onze bucketlist om hier nog te doen voordat we weggaan. Ja. Dus helaas. Ja, dat gaat dus niet van onze bucketlijst afkomen. Helaas.